Welkom bij de Tour Update nummer 2 op Bali. Zoals u al vertelde, in Tour Update nummer 1 gingen we naar Bali toe. En ik kan je vertellen, het is inderdaad compleet anders dan we hadden verwacht. Veel hindoeïsme, miljoenen tempels, mensen leven in gebondenheid. Maar ondanks dat hebben we God aan het werk gezien. Samen werkten we hier in Bali met de Rock Church, een hele grote gemeente. Een van de grootste gemeentes op Bali. En we hebben een zaad mogen planten van opwekking en transformatie. Hey, geniet van de volgende beelden. And what is the effect of the gospel? People come to faith. Orang-orang sampai kepada sebuah iman. You know what's going to happen to them? Dan akan terjadi apa-apa. Signs will follow them. But what I'm going to share with you is just some experience I had in my life at the moment that the Lord called me to this deal. Tuhan sedang memanggil sepasukan anak-anak muda to take over the land, untuk mengambil alih tanah ini, heaven on this earth, membawa surga turun ke bumi with a fierce boldness. We zijn hier op Bali en we zijn net aangekomen op Weeshuis, midden in de Passer. En er zijn 60 kinderen achter ons. Een prachtig huis waar ze nog aan het uitbouwen zijn. En nou, zoals je misschien op de achtergrond hoort, wordt er aanbeden. Er is heel veel muziek in het huis en we gaan vandaag een heerlijke tijd hebben om met de kinderen op te trekken. We gaan met ze bidden, we gaan een woord delen, we gaan met ze spelen, voetballen. We hebben schoolspullen voor hen meegebracht. Kortom, we gaan een hele heerlijke dag hebben met de kinderen en zegenen en met hen optrekken en zien wat God gaat doen hier in het huis. Mocht je nou zijn aangeraakt door de beelden die je hebt gezien en mocht je nou achter ons willen staan, dan kun je op dit moment partner worden. Kijk op www.trim.nl en er staan allerlei mogelijkheden om deel te worden van deze geweldige beweging.
God's will that His power works through you. Jika Tuhan katakan memberikan kuasanya melalui engkau. I was 17 when I received Jesus in my life. I was filled with the Holy Spirit. We not only need grace, we not only need love, we need mercy. I told you some people say, well, forgiveness is just so basic, it's food for the babies. Ya, ada yang mengatakan bahwa pengampunan itu hal yang mendasar dan makanan bagi bayi. But it's quite interesting that Paul speaks about forgiveness in the loftiest passages that he has ever written. We are living in the most glorious days the church can ever remember. Kita sedang hidup di hari-hari di mana kemuliaan gereja kau tidak akan bisa melebihi kemuliaan gereja ini. Where everything will be possible. And it's possible. Dan itu sangat mungkin. Because the anointing of the Holy Spirit is ready to fall in this place on your life. Karena urapan Roh Kudus siap untuk dicurahkan atas hidup Anda, Pak. Isaiah 61 and Luke 4 tells us that Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Yesaya 41 dan Lukas 15 katakan, Roh Tuhan berkuasa atas aku karena aku sudah diurapi. To preach the good news to the poor. Untuk memberitakan kabar baik kepada yang miskin. To heal those who have broken hearted. Untuk menyembuhkan banyak orang yang zoals je kunt zien, op Bali heb ik nog heel veel aan het leven.